Om een gepleisterde binnenmuur met serotrei te bekleden, moet u voor het volgende gereedschap zorgen. Spatel met rechte tanden van 3 tot 4 mm. Rubberspatel om op de tegels te kloppen. Afstandkruisjes. De aangeraden afmeting is in dit geval minstens 1 mm. Na de nodige insnijding op de tegel te hebben verricht, die nodig zijn voor afvoeren of elektriciteitskasten, brengt u de lijm met een spatel met rechte tanden met ruime halfronde bewegingen aan. Til de tegel met zijn tweeën op en zet hem tegen de muur. Gebruik de zuignappen om de afstandstukken of afstandskruisjes aan te brengen. Klop met de rubberspatel op de tegel. Hierdoor hecht de tegel aanzienlijk beter aan de muur.